gitaar, zeg maar, het ideale huwelijk. De muzikanten werden dan ook snel de gelukkige eigenaars van een knappe cd en die heet Nightbird. Samen met gitaristen Joris Dane en Gino Herman stelt Verkruijsen zijn debuut-cd voor in een knus Antwerps kapelletje onder het goedkeurende oog van de master Cook himself. Is hoe het liefdevolle huwelijk tussen leraar en leerling klinkt. De Vlaamse gitarist-componist Armand Cook en jonge cellist Wouter Verkruijsen werkten jarenlang in sessie aan dit oeuvre voor gitaar en cello. En de rollen tijdens die muzikale momenten waren mooi verdeeld. In het grootste deel ben ik verantwoordelijk voor de technische kant van de zaak, van de cello. Dat kan zoveel moeilijker gespeeld worden. Daar heb ik mij ook soms de das omgedaan hier. Want ik ben altijd zo'n beetje overmoedig in zo van die sessies. Ja, maar je kunt dat ook zo spelen. En zo, en zo, en zo. En dan als het concert is, is het dan met een bang hartje afwachten. Dus dat zal dat wel lukken, zal dat wel lukken. Wouter, die leerde Armand de technieken bij van cello. Maar dan misschien eerder theoretisch. Wat kan je bereiken met cello? Wat kan je doen technisch? En Armand, die gaf zijn muzikale diepgangachtergrond mee aan Wouter. En dan op een bepaald moment is alles naar één punt gekomen. Van de ene kant kwam de gitaar, van de andere kant kwam de cello. En het groeide samen. Cello die is vooral heel melancholisch en gitaar is heel intimistisch. Ik denk dat dat een zeer, zeer goed huwelijk is, in feite. De gitaar is een intiem instrument. Het intieme instrument bij uitstek. Je hangt daar met je lippen aan. Je bent daar al verlekkerd aan die zwoele tonen en aan die kleuringen. Ik vind dat een zeer sensueel instrument. En de cello is een zeer lyrisch instrument, maar heeft ook wel dat sensuele. Ik zou het zo zeggen dat de gitaar is in de muziek van Armand de vrouw en de cellist de man. De muziek van Armand is eerlijk. Ze is geschreven, laten we zeggen, vanaf 1997 tot nu. En hij trekt zich ook geen bal aan van wat dat andere componisten, andere scholen van hem denken. Hij schrijft gewoon wat uit zijn hart komt. Zijn muziek kun je eigenlijk spelen in de natuur zonder dat de natuur verschrikt is. Je kunt er gewoon iets bij voorstellen bij die muziek. Dus En dan kun je ook je inleven in, dus bijvoorbeeld zeer aan het wandelen in het bos en er gebeurt van alles en dan kun je dat echt ook
inleven in de muziek. Ja. Het is ook heel lyrische muziek eigenlijk. Je kan er eigenlijk een soort filmmuziek... Je kan er gewoon filmmuziek van maken. Of het bestempelen als filmmuziek. Het wekt gewoon beelden op. Deze muziek dringt zodanig uw aandacht op dat wanneer de muziek gedaan is, of wanneer er een rust is in de muziek, er zo een beklemmende stilte is. En dan gaan de mensen echt luisteren met een intensiteit die in het gewone leven helaas niet continu is. Het is die intensiteit die ik opzoek tijdens een optreden. De buitenwereld, hè, die plakt altijd etiketten op mensen. Die moet altijd direct... Het schijnt zo dat als je een mens voor de eerste keer ontmoet, dat hij direct een oordeel overgeeft. En Armand Cook is zo iemand die eigenlijk totaal tegenovergestelde is van wat je van de eerste indruk hebt. Je eerste indruk is van, oh, dat is een introvert persoon, gevaar. En eigenlijk is dat een zeer vriendelijke, aimabele, open mens. Armand Cook is een zeer groot gevoelsmens, maar ook intellectueel, heel verstaand. En de mystiek is heel belangrijk in zijn leven. Ja, leeft voor zijn muziek. Hij is een deel muziek eigenlijk. En vroeger werd er ook altijd gezegd van Armand Cook, het is een Belg met indianenbloed. Armand Cook vond het heel goed aan zijn reactie te horen, toch? Het is altijd leuk om te weten dat je goed gespeeld hebt. En zeker voor de componist zelf. Voor ons is dat uiteraard belangrijk. Hij is de componist. Wij spelen wat hij eigenlijk gecreëerd heeft. Hij was uitermate tevreden. Tot mijn genoegen heeft hij mij verteld, ja kijk, dat was de beste keer ooit. Maar dat vertelt hij altijd dus.